Let's go. Dat is lang geleden. Ook al normal. Ik vraag me alleen af hoe goed de controller werkt met... Weet je nog bijvoorbeeld met de... Wat was dat? Toen wij die... Volgens mij deden wij toen Mario Galaxy op de computer, hè? Ja. En dan, dat je dan die Wii, zeg maar, dan moet je hiermee besturen. Ja, ja. Maar dat allemaal voor- en nadelen, zeg maar. Dat is met Wii-spellen met... Oh, kut. Nu gaat hij die uitleggen. Oké. Dat is met Wii-spellen een beetje zo, zeg maar. Dat is met de GameCube is dat wel een stuk minder erg. Ja, en... Oeh, nice. Ik dacht 6. Ja, ik ben met 3 nog gewoon tweede. Derde. Nee, 2. Ja, oké. Oh ja, wat me ook nou opviel is... Nu pas zie ik eigenlijk dat dit oud begint te worden. Ja? Ik zie het nu pas. Oké. Normaal viel me daar nooit echt op. Ik weet niet of dat ook een beetje de magic is van de GameCube. Maar nu zie ik wel van, het is wel een GameCube game. Wow. Nice. Je gooit die weer 8! Maar, ik ben dus begonnen met Genshin Impact. Oké. Wel fucking vet tot nu toe. Okay. Het is gewoon een soort van... het is gewoon een soort van Zelda. Ja. Breath of the Wild. Alleen dan zonder Zelda en zonder... Ja, het is wel dan Breath of the Wild, zeg maar. Als in open world. Die wereld, die graphics. Alleen het... Ja, graphics ook? Ja. Okay. Alleen dan wel mooier, zeg maar. Maar wel die stijl. En dan heb je verschillende poppetjes. Die hebben dan weer verschillende krachten en verschillende functies. En dan kun je een team van 4 poppetjes, maar je kunt dat team alle tijden switchen. Ja. En bepaalde poppetjes hebben dan weer synergy met elkaar. Dus dan heb je bijvoorbeeld een poppetje met vuur. En als je dan eerst iemand bevriest en je doet daarna een vuuraanval, doe je meer damage. Okay. Dus dan is het ook nog wel strategisch van oké, welk poppetje gebruik je wat en wanneer. En welke gebruik je samen. En dan heb je natuurlijk de RPG. Oké, die moeten we eigenlijk uitzetten. Nee, je kan met R en dan kan je... Oké. Dus of die, een van die twee, maar dan merk je het vanzelf. Het is niet een al te moeilijk. Dit is gewoon de RNG. Dit is gewoon een minigame die jij kunt winnen. Oh, wat een haat! Het is lang geleden trouwens ook voor mij, Mario Party. Je hebt het slim gedaan. Die andere er dan? Oh ja, deze. Man, kruis. Ja. Maar, en dan heb je natuurlijk dus... Je moet nog meer kiezen, hè? Oké. En dan heb je de open world gebeuren met verschillende tempels. En complete je die, krijg je rewards. En krijg je sleutels tot meer tempels. En dan heb je een level. En op basis van jouw level skillt die wereld met jou mee. Hoe hoger level, hoe sterker enemies, hoe betere gear en zo. Kom je eigenlijk een beetje in die cyclus, zeg maar. Van je wordt sterker, wereld wordt sterker, jij wordt sterker, wereld wordt sterker. Oh wee. Wat een bitch. Wat een... Ja, dat ding kan best groot worden, hoor. Oh, doe! Bam. Oh! Man. Kom op, nog een... Nee! Oh, nee. Wat een vies bitch. Waarom ben ik altijd genaaid? Nou gaat die poppen. Oh. Dat vindt hij leuk, hè? Kom, pop, pop, pop! Oh, man. Oh, en dan win jij! Ja! Ik denk dat is die Bowser game, weet je wel, dat het dan gewoon doorgaat tot. De echte Mario Party meester heeft weer gewonnen. Gooien we over elkaars orbs? Ja, natuurlijk. Je had gewoon alle kansen om de mini-bowser weg te halen. Ja, maar daar komt nooit meer iemand dadelijk. Dat is een beetje dus toch elke keer... True. Alleen dan, nu loopt dadelijk hier iedereen ook nog voorbij. Ja, dat is waar. Alleen nog niemand heeft orbs, dus ja. Hey, maar je had meegekregen dat ik Avatar toch opnieuw aan het kijken was? Ja. Vertel. Want nou, je was ben al klaar. Oh, je bent al klaar? Ja.
Dat is voordeel van vakantie, je kan veel kijken. Ik weet nog wel, toen had ik met Marijn een discussie over dat een moment van die gevangenis. Weet de, je wel? De kokende rot? Ja, ja, ja. Dat moment, dat, dat Zuko sterker was dan Azula. Ik zo, nee, dat is niet waar. Hij zei, jawel, je ziet al, hij gaat het gevecht aan en bla bla bla. Ik zo, dan alle tijden, mits de laatste aflevering, zeg maar, is Azula constant veel sterker dan Zuko. En dat laten ze ook heel duidelijk merken, zeg maar. Ja, weet je, Azula is op een gegeven moment, eigenlijk is juist na die kokende rots, dat is een beetje het breekpunt van Azula. Op het moment dat die, die vriendin van haar haar... Maar dat is daarna. Ja, dat is nog niet tijdens daarna. Die nee, battle. Nee, daarna, ja, daarna. En we hadden dus die discussie over toen al, zeg maar. Want ook daarvoor merk je dat Zuko langzaam wat sterker wordt en zo. Maar nog steeds, als zij niet was doorgeflipt, dan was Azula al alle tijden sterker. Ze was zelfs zo sterk dat ze gewoon Aang gewoon killde, zeg maar. Ja. In principe was zij veel veruit sterker. Yo, Minty! Maar, wat vind je van? Wat vind je van? Nou, ik vind het nog steeds vet. Ik vond het veel korter dan wat ik had verwacht. Voor mijn gevoel was het veel langer. Vond je niet de boek Vuur en dan de eerste aflevering op een paar vet afleveringen na echt zo... Nee, nee, want ik had dat dus heel erg van... Yo. What the fuck? Ik had dat dus heel erg van tevoren bij, hoe heet het, Boek Aarde. Dat je ook als Appa kwijt is. Oh, dat ja, ik dat allemaal gehoord. En dat, maar dat vond ik ook nog heel erg meevallen. Yeah. Nee, ik vond het echt snel gaan. Ik vond het echt, echt wel een leuk ding. Ja, alleen, ik ben wel nu nog meer van mening. Ik heb nu 3 afleveringen Korra gezien, dat ik dat veel vetter vind. Dat je Korra vetter vindt? Ja, dat Korra veel vetter vindt. Oh, echt? Ja. Ik dacht dat je juist ging zeggen nee. Nu pas inziet hoe slecht de Legend of Korra was. Nee, Korra is echt fucking vet. Ja, ik vind het vet, ik vind het alleen jammer dat... Oké, nu is Aang dood. Next. Ja. Oh, kut, ik had die niet gezien. Dat vind ik jammer, zeg maar, dat dan Aang zo snel... Ik had dan juist willen zien wat ze eigenlijk dus in de manga hadden gedaan. Gewoon, wat next na wat er is gebeurd, zeg maar. Yeah. En niet van, oké, nu is Aang dood, nu is iedereen dood waar het over ging. En dit is de nieuwe Avatar. Ja, ik snap wel dat ze dat hebben gedaan. Ja, tuurlijk, alleen het verhaal van Aang komt nog veel verder. Want wat is er met Zuko's moeder gebeurd? Dat is wel wat ze de eerste aflevering meteen vragen aan Katara. Katara, wat is er met Azuko's moeder gebeurd? Ja, maar wat zei ze daar toen? Nou, dat wou ze vertellen, alleen toen werd ze onderbroken. Munty, hoe durf je? Oké, kijk, ik keek toevallig van die Avatar clips. Oh ja, en ik vond de eindbattle ook wel een beetje zo voorspelbaar. Ja, ik heb... En Ozai. Ja, maar ja. Hij wordt de hele tijd gebitchclapped. Hij gaat Avatar stand en in één keer heeft Ozai gewoon 0.0 kans. Yeah. In plaats van 50-50. Ja, maar dat is op zich logisch dat hij in de Avatar state wel. Die komeet die is geland. Plus, ook die komeet. Sinds wanneer is een komeet letterlijk een meteoriet die van de ruimte op de aarde stort? Waarom krijgen daar hun meer kracht van? Dat heeft toch niks met vuursturen te maken? Nee, maar dat is gewoon, zeg maar, dat hoort bij het verhaal net als dat überhaupt vuursturen niet kan. Dus, dat bijvoorbeeld de zon en dat ze dan sterker zijn en in hogere hitte, dat kan ik dan nog ergens begrijpen, zeg maar. En maan, eb en vloed, prima, dat wil ik nog geloven. Maar hé, er komt nou een komeet, dus dan zijn we sterker. Nou, dat vind ik juist op zich wel goed bedacht, zeg maar. Daar stoor ik me echt niet aan. Nee. Ik stoor me dan meer aan, zeg maar. Maar wat, heeft dan wat hebben dan luchtstuurders? Helemaal niks. Nee, die zijn toch dood. Oh, het waait hard. Oh, nu ben ik fucking al bij. Ah, hele natie uitgeroeid of wat? Ja, maar dat is aardig toch ook niet per se. Niet. Nee, wat vind ik dan... Had dan alles een beetje een soort van... Dat ze allemaal, zeg maar, even sterk zijn. Want die wereld is balans, zeg maar, hè. Al die 4 elementen zitten in balans, harmonie, bla bla bla. Iroh legt het nog uit aan Zuko. Oh. Maar het ging niet per se de hele tijd. Het ging eigenlijk de hele tijd al over Aang, Simon, voordat het over Korra ging. Het is maar heel even over Korra gegaan. Ja, echt maar heel even. Dat hij 3 afleveringen heeft gekeken. Wauw, die durf je. Ik kom maar, bitch. Oh, wil ik nog weten wie is? Dat is misschien wel makkelijk. Easy!
Justin is Toad en ik ben Drybone. Dat was gewoon een wereldrecord. Ja. Alleen, dit zijn wel van die minigames, die win je altijd als je alleen bent, zeg maar. Of je moet echt precies weten wanneer ik, zeg maar, naar links ga. Maar ben je dan een seconde te laat, dan raakt die lichtstraal, die raakt je dan al. Weet je nog dat ik zo goed begon? En nu sta ik helemaal achteraan. Ja. En? Oké. Hier moet je het mee eens zijn. Oh, daar gaan we weer. Hier moet je het echt mee eens zijn. Ik zeg het, Milan. Oké, hier. Oké, ook al ben je het er niet mee eens, je moet mijn punt wel begrijpen. Ja, Oh, wat? Nee. Hoeveel coins? Delft, denk ik. Wat een bitch, man. Oké. Er is dus een plot. Nou, hè, hij moet dus de wereld beschermen van Ozai. Alleen, hij weet niet hoe, behalve hem te doden. Mm-hmm. Dus, hij is een luchtnomaat en dat gaat tegen zijn principes in. Dus, hij is met een innerlijke battle bezig van... Wat moet hij doen, wat moet hij niet doen. Hè? Mm-hmm. Nou, het einde nadert. Hè, hij traint en hun tellen die dagen af. En dan nog op dat strand dat... De Sokka dan nog die Yumi pop maakt, weet je wel. Bluffface en zo. Fucking grappig. En dan zegt Zuko van, hey D-Max. D-Max. Hij legt dan uit van, je moet Ozai niet verslaan of zo. Of, je denkt alleen maar dat ze dan sterker zijn. Nee, ze gaan letterlijk gewoon de hele vuur of de hele aardenatie gaan ze gewoon helemaal platbranden, zeg maar. Dus gewoon vernietigen, gewoon kinderen, baby's, allemaal dood. Vrouwen verkrachten en daarna dood. Zo heftig. Dat Aang dan denkt, holy shit, what the fuck. Mm-hmm. Ook wel heftig dat Zuko niet eerder vertelt, maar ja, het is hem ook niet gevraagd. Mm. En hij dacht gewoon dat hij Ozai zou doden. Yeah. Dus, dat is volgens mij de vier na laatste aflevering of de drie na. In ieder geval, tegen het einde aan. Mm. Aang moet hem dus doodmaken of in ieder geval stoppen zonder dat hij ooit maar terug kan komen. Yeah. Hij weet niet hoe. Dus, probleem. Wat gaat hij doen? Hoe gaat hij het doen? Maar, dan komt er dus helemaal uit het niets, komt er een reuzenschildpad die al zijn problemen oplost en zegt, hey, wacht, hier is een nieuwe techniek. Dat is al nu kun je hem verslaan, zonder hem te doden. Alsjeblieft. Nee. Ik van, ja... Ja, dat is ook wel onzin. Dat vond ik wel jammer. Had dan gewoon... Dan was juist de battle. Ga je kiezen voor de avatar? Voor je avatar... 50, jammer. Kies je voor je avatar duties of kies je voor jezelf? Want als avatar heb je een bepaalde verplichting aan de wereld en moet je in principe je eigen menselijkheid opofferen daarvoor, zeg maar. Want je bent de avatar. Als ik nou die kies, wordt het die. Ja, maar het is beter dan die rechtse volgens mij. Waarom kiezen hun? Ja, maar dit is RNG. Als jij nou die linker koos, dan werd het die middelste. Ja, maar D-Max, jij kent Justin nog niet. Die jongen die zeurt overal aan. Hij blijft in kinderprogramma, hè. Het is voor tieners, ja. Maar dat vond je dus niet... Jawel, ik ben wel met je eens. Kan wel zijn. Ik vind het nog steeds wel vet, maar dan denk ik van ja... Oeh, nice. Een beetje jammer, dit. Dat had dan anders gekund. Ik had wel willen zien dat hij gewoon in... Als hij in avatar stand ging, dan had hij in principe toch zelf niet per se diegene gekillt, want hij is al die avatars, alleen het is dan zijn lichaam. Maar als hij bijvoorbeeld een boot kapot maakt, of... Waar allemaal mensen in zitten. Kapitein Zou wegtrekt, heeft hij dan ook vermoord, dan mag dan weer wel. Ja, dat vind ik altijd wel vaker met dat soort dingen. Oh, ik mag niemand vermoorden! En dan doet hij iets waardoor tering veel mensen uiteindelijk doodgaan, en dan... Maar dan zie je ze niet onscreen doodgaan, en dan is er niks aan de hand. Ja. Al het leven is heilig, weet je wel, die shit. Yeah. En dan helemaal in seizoen 1 met die... dan gaan ze toch die pas en dan heb je toch die twee stammen die met elkaar ruzie hebben. Yeah. En dan als ze dan eten meenemen, dan komen er van die monsters op jouw af. Favoriete aflevering is dat. Nee. Maar, ik vind het wel grappig of zo, maar het is echt zo fillen. En dan komt dat beestje en dan met die toch meteen zo'n beest dood of zo. En dan denk je, al het leven is heilig. Let's go! Dat jij zo wil winnen. RNG is mijn specialiteit, baby. Nice. Zij is oud! Zij is nou al sowieso de laatste. Jij 13, pakt nou 12 13. Of zo. Oh, wat kut. Nice. Ik
Kom. Zal ik dan maar even 13 pakken? Nee, als zij maar weinig pakt, dan ben ik in ieder geval tweede. Zij pakt nou 13. Godverdomme. Maar jij wint deze wel. Nee, want 2 is ook nog, hè? Easy. Nee. Dit is volgens mij een wereldrecord in deze game. Je kop, ja, maar hoe goed is het dat ik gewoon een gemiddelde van 10.3 pak hier? Ja, dat is fucking goed. Ik zou heel trots op mezelf zijn. Het Mario Party Master. Wat misschien mooier geweest als Aang de Avatar steeds zou gebruiken om het vuur van de ander over te nemen. Hoe bedoel je dat precies? Als je dat maar door hebt, Munty. Justin is een zeiker. Mm. Oh, dank je. Mm. Dank je. Hij heeft wel gelijk. Maar ik vond het wel leuk om weer eens te kijken. Ja, nee, zeker, zeker. Kijk lekker weg. En ik vind die... De Iroh-momenten fucking vet. Ja. Alleen eigenlijk... Wat ook wel vet zou zijn geweest... Ik weet wat je nu gaat zeggen. Oh, wacht. Wat ook wel fucking vet zou zijn geweest, is dat Iroh dood zou zijn gegaan. Plus, wat ook weer, wat ik dan raar vind, aan de lore dan. In principe, had Iroh gewoon tegen Ozai kunnen zeggen, hey, ik wil gewoon vuurheer. Want hij was zeg maar nog weg. Hij was nog op die missie, weet je wel, waar zijn zoon doodgaat. Mm-hmm. Toen had Ozai zijn vader dan vermoord met die moeder van Zuko als list. Omdat die vader had gestraft. Omdat die vader zei van... Hey, maak mij vuurheer in plaats van Iroh. Toen zei die vuurheer... Ozolon of zo? Azulon, ja. Azulon, die zei toen van... What the fuck zeg jij nou? Jij gaat maar voor straf een zoon verliezen. Yeah. Toen hebben dus die ouders bedacht van... Hey, dan maken we hem dood. Zuko niet dood. En dan kun jij vuurheer worden. Mm-hmm. Dus Iroh komt eigenlijk thuis. Zijn zoon is dood. En zijn vader is dood. En dan ziet hij zijn broer zitten op de troon. De moeder van Zuko is weg, en hij zegt niet van, what the fuck doe jij hier op die troon, bitch? Nee, hij kiest ervoor om met Zuko eigenlijk geëxalt te worden, en dat vindt hij prima. Dus de hele wereld chaos wordt. Omdat hij weet dat zijn broer is eigenlijk een fucking grote psychopaat. Simon, nou het staat nergens in de Discord hoor, je hebt gewoon niet goed gelezen. Wat staat niet in de Discord? Even kijken, maar zou je dit niet morgen gaan spelen? Ik heb helemaal mijn agenda aangepast. Ja, dat dacht ik ook al. Zou je dit niet morgen gaan spelen? Ja, jij belde opeens weer dat je opeens weer niet morgen kon. Ja, weet je wanneer ik voor deze week mijn rooster kreeg? Zondagmiddag om 11 uur. Dus nog niet eens één dag ervoor, maar een middag ervoor. Oh god, er wordt gebatteld. Oeh, ik wil wel een ster winnen. Ja, dus hij gaat nummer 2. Oeh. Ja, maar ik moet al 50 coins hebben volgens mij om voor een ster te betalen. Dat zijn een hoop coins. Nee, is dat zo? Ik dacht dat de andere dan moest kiezen. Waarom kiezen wij? Oh. Zai. Oh, wacht. Dit wil ik niet. Oh. Ik wou de controles kijken. Ja, oké. Okay. Riptonet! Hoe wil dit? Een gratis ster krijgen? Ja, daar zeg ik geen nee tegen. Ik hoop dat het 5 coins zijn. Kijk, en nu ga ik haar gewoon volgen. Wauw, dat je zo wilt winnen. Oké, maar ik doe het wel perfect. Deze game is echt... Deze game is echt zo toxic. Over Toxic gesproken, ga jij die Pokémon Unite spelen, die League of Legends van Pokémon? Oh, oké. Okay. Ja, ik denk het wel. Wel sowieso proberen. Ja. Oh. En jij? Ik ook, ja. Finish. Easy. Sowieso proberen. Ja. Alleen, de Direct viel wel dus echt tegen. Het was echt gewoon, jij legt je tong neer en ik liet een scheetje en je proefde mijn poep. Maar het was geen scheetje, het was gewoon letterlijk mijn poep. Ja. Zo was die Direct. Beetje jammer dat het weer op zo deze manier wordt uitgelegd, maar het was wel goed. Kom, kom, kom. Doe voor mij. Ja. Dat jij zo wilt winnen. Zo jammer dit weer. Easy.
Oh, dit doet me denken aan die ene Mario Party, dat ik fucking ver voor stond. En een van de laatste beurten met die flipperkast, ja, was alles gesweet en toen was ik fucking laatste geworden. En was ik de eerste geworden. Ik weet ook nog wel dat jij een keer zoveel coins had verdubbeld. Nee. Ik heb wel zin in die nieuwe Mario Party. Dat was in die alleroudste ofzo, dan kon je zo'n god minigame doen. Yep. En toen had ik mijn inzet verdubbeld ofzo, zoiets. Mm-hmm. Dat was wel mooi, hè. Had ik iets van 600-700 coins ofzo. Yep. Ja, maar die nieuwe Mario Party lijkt me vet, maar het is iets in de goede richting, maar wij willen gaan ze nooit doen. Nee. Ze gaan nooit, hier alle maps, hier ja, alles. Ja, maar had dan in plaats van Mario, je moet weer. Ja. In plaats van Mario Party 1 tot en met 3 banen, gewoon alles. Mario, nou nee, gewoon Mario Party 4 tot en met 7, want dat zijn de leuke Mario Parties. Ja, maar op zich heb je ook al een paar leuke bij 1. Nee. Gelukkig zijn de minigames wel van elke game. Ik ga je lopen! Oh, daar loopt in mij! Oeh. Sorry! Als hier een tijd bij zit, is het misschien een seconde of het wereldrecord. Stop met je wereldrecord, jongen. Zin in Pokémon Unite, de juiste manier van shit uitleggen. Ja. Dat is best goed shit. Oeh, wauw, alle nice coins. Alle coins. Dat je is zo. Oké, dus ik stond de laatste, na eerste, na twee battle minigames. En je hebt er zelf niet eens wat voor gedaan. Ja, ik win minigames. Oh. Ja, dat is gewoon mijn werk, ja, inderdaad. Oeh, nu ga ik al je coins eraan. Oh. Ah, dit is hier. Er zijn maar twee mensen die niet zo zijn. Zeuren. Ja, ik vind die ook wel leuk. Ja, ik vind die zeker leuk. Ja. Kopje hoor. Ja, maar kijk ook even naar de controllers. Okay. Oh, je kan elkaar ook gewoon kicken, hoor, ja, joh! Ja, die weet al wie ik ga. Zo jammer, hè. Ik heb jou nog wel aan de ster geholpen. Ja, daarom. Ik ga niet op jou. Mooi! Wow, yo. Oh. Wauw, je zou niet op mij, bitch! Ja, maar dat was 2 seconden geleden. Adoe! Wauw. Ja, dit zijn van die minigames, die speel ik zo vaak in die minigame mode, weet je wel. Maar waarom? Ja, dat is fucking grappig. Ja. Als je dan met Jaden speelt, en toen speelde ik ook nog met Daisy, weet je wel. Mm-hmm. Dan own je constant, en dan weten dat totaal niet wat ze moeten doen. Team is op mij, stompen kun nog steeds, waardoor het winnen dan nog leuker is. Yeah. En dan stoppen ze op een gegeven moment en dan slaap ik niet. Ik heb 3 coins! Maar ik heb ook ijs erbij. Want als ik nou monster ga drinken, dan kan je niet slapen. Ja, ik wist dat je dat niet zei. Nee, dus ik heb er ook één bij voor jou, maar ik weet niet of. Oh nee, ik hoef niet, dankjewel. Ja, ik heb sowieso ook monster voor jou mee trouwens. Oh, maar weet je hoeveel mensen er vandaag op buitenpad kwamen? 0. 10. Dus ik zei, hey, bel dan dat we dan dicht gaan, want het is 16 graden, ja. Er komt niemand meer. Nee, want bij de baas was het 20 graden. Ik zo, als het 16 graden is, is het geen 20 graden. Ik snap dat je wil afronden, maar als het 16 graden is, als het 15 graden is... Dan is het zeker geen 20 graden. Nee. Ga je die nog gebruiken? Oh, ik wou wel zeggen. Wauw, dat je zo wil. Ja, ik heb het gezegd. Ik heb het gevraagd. Ja, je hebt helemaal gelijk. Als jij nou gewoon had gezegd nee of net nog nee, dan had ik je nog gespaard. Maar dan weet ik, gooi nou 1. Oeh, oké, met een. Kom ik nou niet op die... Ja, nice. Lekker voor je, bitch. Nou, dat is wel winnen. In ieder geval. Dus ik zei van, hey, bel dan van dat we dicht gaan. En toen was het van, kijk het weer nog aan. Oké. Okay. En toen was het van, oké, blijf dan sowieso tot 5 uur open. En als er dan mensen komen, dan moet het open blijven. En toen op een gegeven moment kwamen er allemaal van die Turkse jongens, 10, 15, die nog van blauw-geel. Yeah. Springen 1 keer in het water en dan gaan ze met z'n allen voetballen. En dan denk ik van, ja... Kan ook gewoon bij blauw-geel. Ja. En toen moest het tot 6 uur blijven. En dan denk ik van, Beetje jammer. Kijk, als het 30 graden is, prima. Maar met dit weer komt er geen romp. Nope. De vaste baantjes zwemmer komen. En daarna is het klaar. En dan is gewoon het sluiten klaar. En de volgende dag weer een dag. En morgen is het weer precies zo. Mm-hmm.
Maar de Legend of Korra vind je dus vetter? Ja, zeker. Je weet ook dat ze nou bezig zijn met Netflix, met de nieuwe Avatar-serie? Ja, hoe heet het? De makers. Maar daar is daarna nooit meer wat van gehoord. Dus. Nee, maar die hebben in ieder geval een studio gekregen met geld. En Netflix heeft gezegd, maak er maar wat van, zoek het uit. We horen wel wanneer het klaar is. Waarschijnlijk zijn er dan wel regels over. Even kijken wat je moet doen. Oké. Dus dat betekent dat over 10 jaar, zeg maar, dat er dan weer een nieuwe Avatar is. Ik vond dat over met One wel vet. Ja, ik bedoel gewoon dat Avatar zeg maar niet alleen voor ons was, zeg maar. Ja, dat, daarvoor moet je bij Justin zijn. Even kijken. Ben je dan badmeester, Jesse? Onder andere, Wildcard. Dus ja, je kunt zeggen badmeester, maar dat vind ik zo. Ja, zo fart in je mond, weet je. Oh, dat ging goed. Maar ja, Lifeguard, EHBO en. Ja, dus eigenlijk. Ja, badmeester. Ja. Ik vind badmeester meer als je één bad hebt, zeg maar. Het is gewoon meerdere buitenbaden in één. Kut, zij heeft ook 90. Ja, is dat. Maar ik ben wel meer. Ik ben een man van veel terrein. Ik ga maar één. Dat is grappig. ik moest het zeggen. Daarom heb ik ook al mijn eerste situatie gezien. Dat zei ik ook tegen mijn baas. Nice. Dat is een grapje. Also, weet je wat ook grappig is? Hier is dat. Justin is toad en ik ben drybones, zoals je hier ziet. Als ik kijken, als in Mario personage, ik snap dat Milan boven is en Justin onder. Ja, dat is wel grappig, hè? Die is anders. Waar kom ik dan als ik dit nou gebruik? Dat is een soort van random, maar wel verder in ieder geval. Oké, dan ga ik het nou niet doen. Oh, hit hem blok! Dat heb je hier niet, hoor. Ja. Oh ja, maar alleen coins. Wel. Weet je het zeker? Weet ik niet. Kom. Easy. Ja, wat easy. Je had geen coins voor de ster. Zo, even zoals die 10 was, dan was het echt very jammy. Wordt hij nou wel 30? Dat is Monkey Yatsu, is dat. En dan ook met Sokka. Meteoriet zwaard, gooit die weg. Gaan ze dan ook niet even terugzoeken of zo? Taf kan gewoon op de grond voelen waar die is. Ja. En wat ik wel gay vind aan Legend of Korra, is die dochter van. Ik vind die kinderen van de groep. Ik vind Tenzing een beetje zo. Ja, eigenlijk. Ik vind die dochter van Taf een mogoltje. Ik vind het allemaal een beetje. Ze zijn niet cool getekend of zo. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja. Die Milo lijkt serieus letterlijk een Downy. En dat is de grap. En hij is grappig, maar best heftig eigenlijk. Mm-hmm. Hij waren cool. Ook bijvoorbeeld die dochter van Zuko. Dat vind ik ook weer zo. Ja. Oh, nog meer coins. Dit is echt rare van Mario Party, want het gebeurde in één ronde, hè? Dat ik en de ster kreeg en de coins. Zonder er iets voor gedaan. Ja. Ja, twee easy. Ja, dat is waar. Maar als ze jou hadden uitgedaan, was het andersom. Ja, daarom. Dus dat is wel heftig. Gaat daar een muntjes weer verduwen? Maar Justin, jij vindt toch zoveel dingen aan Korra kut? Ik vind seizoen. Ik vind de battles wel vet. Behalve die allerlaatste battle met My Life is a Teenage Robot, zeg maar. Transformers. Dan denk ik van oké. Maar ik vind die battle met. Ik vond de backstory van die Amon in seizoen 1 vond ik best vet. Dat hij bloedstuurder is. Vond ik best wel cool. En dan zie je ook wat scènes van Aang ertussendoor. Yep. Vond ik cool. Seizoen 2 heb je een van de vetste afleveringen met One. De geschiedenis van de Avatar. Hadden ze ook een aparte serie voor kunnen maken, maar hey, prima. Ja, dat vind jij echt vet, hè? Ik vind dat niet. Ja, dat boeit mij dus weer helemaal niks, zeg maar. Met die One en zo. Ja, ik vond het wel vet van, oké, hoe is de Avatar dan precies ontstaan? Maar daarna met die Spirit Divergent, dat vond ik dan een beetje kut. Maar ik vond het wel weer een mooi iets om weer een nieuw verhaal over te vertellen. Want de wereld is nou weer gefuseerd met Spirit. Hoe nu verder? Mm-hmm. Altijd door mij die vieze anus, hè? Dat doet hij altijd. Little bitch! Little bitch! Dus dat was wel een mooi verhaal.
Ja, maar oké, dat is mijn strategie. Ik weet, die computers die zijn bad. Mm-hmm. Dus ben jij uit die bubbel, heb ik al gewonnen. Op het moment dat ik die computers uit die bubbel tief, is eerder gebeurd. Dat tiefen kunnen uit die bubbel, sta jij boven mij en dan tief je mij eruit. Zo hoort het ook. Oh, ik hoop er echt op 2 worden. Oeh. Wat kun je hier nou mee doen? Nu kan je je coins verdubbelen. En dan moet je je aantal coins inzetten. Ga je er maar 20 in zetten? Ja, maar... Dan 100! Durf je dat niet? Dat is toch met die kaarten ofzo? Ja. Yeah. Nou, met die fruit die je moet onthouden. Ja, oké. Ik durf het niet. Eigenlijk had ik het moeten doen, high risk, high reward. Maar als één van jullie dan op Baby Bowser komt, dan wordt toch alle gold equal gemaakt. Ik vond 3 en 4 het vetst. Ik vond 1 en 2 wel minder. Of die, of grapes. Fout. Jee! En daarom. Je zegt ook niet even welke het is dan, hè? Hij wist het natuurlijk niet. Ik vind het jammer dat je niet al je 100 coins hebt ingezet. Ik had het in mijn hoofd, alleen het duurde best. Dan zeg je, nou, dat is die, en dan oké. En dat was de volgende, en dan is het dan weer gewoon. Als ze gewoon meteen klink, 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 dan lukt het. Maar het is zo van, nou, we spelen dan Memory en dan doe je die en dan zo, oh, wacht even. En dan ga je een heel verhaal vertellen en dan, oké, nu gaan we verder. Waar ligt dat stukje? Ja, ik kan me daar gewoon niet duidelijk over nemen. En wat was het laatste seizoen met Ko? Oh ja, dat was met die aarderijk in één keer, hè? Oh ja, seizoen 3 was met Sahir. Oh ja, dat vond ik op zich ook wel vet. Alleen ik vond het heel heftig dat zij hier dan een soort van luchtsturingstechniek unlockt. Die zo moeilijk is te unlocken dat zelfs de Avatar Aang hem niet heeft unlocked. En hij unlockt hem even, omdat zijn vrouwtje doodgaat. Want dan is hij los van de wereld en dan kan hij vliegen. Terwijl een vuurstudio kan gewoon jetpack vliegen, oké. Maar ze boeren. Waarom dacht je mij uit, bitch? Je hebt niks te verliezen. Dat maakt uit, snap dat dan. Oh, dit is weer kut. Zijn we er klaar? Ja, dat vindt hij leuk, hè? Maar hoe hard wil je geoond worden? Heel hard, heel hard. Wow, yo! Ik ging helemaal niet... Sorry! Hij stopt het bij mij gewoon, zag je dat? Kijk, doe je dit wel. Ik ga dit toch op YouTube uploaden. Dan ga ik in slow motion ga ik hem zo doen. Wauw. Dat was echt een niemand. Oh nee, scheids. Oh. Nee, ik ga dit sowieso in slow motion laten zien wat er gebeurt. Lekker voor je, weet. Nee, man. Oh, dit is echt nog meer niemand gewoon. Je gaat liggen en niks, want er was niks. Wil je niet worden vergeleken met normaal, alsjeblieft? Daarom denk ik. Omdat je het zo gaat niet doen. Oeh, nice, nice. Alsof je al niet genoeg coins hebt. Oh, en deze is nog meer coins, toch? Ik ben nu alweer kwijt wie wie is. Ik ben Toad. Milan is Dryman. Minty heeft me gehost. Boep boep. Dankjewel, Minty. Kan zij nou niet de ster? Ja. Is de ster nou naar 30 coins gegaan of nog steeds 20? Ik weet het niet meer. Ja, ik weet het ook niet. Think Tank. Ja, dat is correct, Sander. Wat moeten wij doen? Oh, oké, deze is leuk. Wij moeten haar gewoon lek schieten. Maar je moet niet recht voor haar gaan staan, want dan ga je af heel snel. We hebben maar 2 levens.
Wow, yo, ik kon hier weer niet. By the bitch! Ja, deze gaat hij winnen. Hij deed piuw piuw piuw, en toen was ik dood. Ja, oké, okay, en dus zeg maar, een, als je haar hebt, dan is ze een seconde in de vulnerable. Yeah. Dus zij kan gewoon letterlijk ons gewoon steamrollen. Yeah. Ja. En zo'n minigame van, waarom maken ze die? Want je hebt gewoon echt nul kans. Als diegene gewoon op A drukt, yeah, heb je gewoon nul kans. Behalve als je tegen Jane 100%. Het is kut. Kijk, want jij hebt die daar en daar kan ik niks over gooien. Dus dan ziet ik mezelf maar overheen. Wow! Best wel, hè? Zes, dat valt al wel mee. Yep, klopt, Sander. Sander zegt dus wel vaker bij 1 versus 3 minigames dat een van de twee teams altijd overpowered is tegenover de andere. Gaat hij er nog bij kopen? Ja, ik moet nou even mijn geld opmaken. Weet jij nog, en dat hebben we nog op YouTube staan, dus ga ik nog een keer terugvinden, maar dat jij uit zo'n item bag 2 Magic Lamps krijgt. Oh ja, Mario Party 4. Ja. Die bags is echt de strategie. Alleen het kutte is van die Mario Party is dat alle prijzen worden geskilled op hoeveel gold je hebt. Ja. Dus heb jij 20 gold, dan is alles goedkoop. Mm-hmm. En dan kun je waarschijnlijk net niet zo'n Magic Lamp halen. Heb je 50 gold, dan ben je in principe je 50 gold bij. Yep. Maar ik vind die Magic Lamp wel zo'n vette scène die je dan krijgt. Oké. Hier kun je een sterretje winnen. Trouwens, dit kan ook multiplayer worden trouwens. Oh ja, dat zal het wel weer zijn, want ik heb alleen nog maar ongeluk gehad. Ik hoop wel dat ik heb nu bij twee... een singleplayer. Dat het bewegen nu goed lukt. Zit er trouwens ook een AZ-speler in de Nederlands elftal? Ja, 3. Maar die zit op de bank? Of? De eerste wedstrijd niet, maar de rest wel helaas. Wauw. Dit is RNG. Yep. Je weet het, hè? Dit is RNG. Dit is echt pure RNG. Oh, ik denk wel dat je het gaat halen. Wijndal zit erbij, Koopmijners en Bizot. Maar Bizot is... Wow. Wat? Kut DK, loop! Nee, nou ga je winnen. Nu ga je winnen. Ja, ik heb je ook wel. Oh, dat jij zo een beeld is opeens breder geworden, zie je dat? Dat jij zo een ster al winnen, Milan. Easy! Waarom wacht je niet even voor de finish? En zo, dan komt DK dichterbij. En dan zo... Ja. Net als hoe Nederland voorkomen had 1-0 achter tegen Macedonië. Letterlijk meer dan een teentje, zeg maar. Gewoon de helft van de voorkant van zijn voet. Easy win, boys. Ik sta weer tweede. Nou, jij mag niet zeuren, want jij hebt ook gewoon fucking veel geluk. Als ik jou dadelijk weer uitdaag en dan win ik gewoon weer niks, dan maakt het niet uit. Je weet nou dat ik niet niks ga winnen, maar gewoon de ster, hè? Okay. En je weet ook dat als het de andere minigame was, die op skills was, dat je waarschijnlijk niet had gewonnen. Oh, wat ben jij weer onaardig. Lekker voor dat ding is echt zo stomp in je face, hè? Dit is een kids game, hè? Eigenlijk is dit gewoon Nintendo die gewoon fuck out in je ballen trapt, hoor. Toen Mario Party nog leuk was. Ja. Nee, dan bloek! Cartwheeled, oh jee. Oké, okay, laten we even. Wat schatsen kun je maken? Ja, moeten we heel even kijken. Okay. Stier en accelerate. Waarschijnlijk wordt dit dus een cup minigame, omdat dit is. Andere controls zijn. Ah, nee, kijk, ik ben al genaaid. Oh, no! Lady Peach! Optieven! Ik werd daar weer bijna gewoon kokblokt, hè? Zoals het hoor.
Hou hem tegen, Birdo, je kan het. Oh, jammer. Oh, bijna! Als ik daar niet werd geblokt, had ik hier ook nog een nieuw record neergezet. Oh. Yo, happy! Dat is fijn voor je, Hap. Oké. Hoi, ik ben hier omdat Paddy een rookpauze heeft. Oké. Wonen we dan samen dan ofzo? Nee, maar Paddy is ook aan het streamen. Oh, die heeft eindelijk zijn Shiny Regidraco. Terwijl ik juist vanaf morgen wil beginnen met Shiny Regidraco om nog eerder het moment te zijn. Maar helaas. Nou, ik had vandaag een Shiny in eitjes. Over dubbele odds. Ja, fucking goh. Dat is zuur. Eitjes is 1 op 512. Oh, dus je deed die met Sula. Ja, en ik had hem naar ruim 1200. Oeh. Ja. Welke Shiny was het? Pink Urchin, weet je wel, die zeegel. Oh ja, die elektrische. Ja. Hij is toch alleen elektrisch, toch? Of is hij ook water nog? Nee, hij is geen water. Alleen elektrisch dan? Ja. Oh, kut, ik had een ding in moeten zetten. Die had zoveel geluk, jongen. Oh ja, als je daar jouw ding op inzet, dan liep je daar gewoon doorheen. En nu, als ik jou was, had ik daar iets gekocht. Ja. Oh nee, trouwens nee, want deze geeft die orbs weg, toch? Ja. Oh, dat is helemaal kut. Oh ja, maar alleen de orbs op het veld. Oké. Wat? Dat is nog veel erger! Ja, dit is echt... Oh, wow, yo! Je weet dat als je dat ding had gebruikt, dat je 6 had gebruikt. Yup. Nice. Oké. Nou, ik ben al mijn coins kwijt. Nee, het is niet Pyukumuku. Oh. Wat was het? Pipeline. Zij komt nou helemaal daarboven. Oh, en dan kan zij die ster niet kopen en dan kom ik die ster. Stel, ik kwam daar nou. Dan was ik fucking mad geworden. Kijk, want zij heeft genoeg gold voor die ster. Ah. Dus zij is nou zo hard in haar kont genaaid. Zoals het hoort. Eigenlijk wel. Oké. Ze mag wel nog met de vuurbal pakken, dus ze komt ze de tering ver. Als je de goede kiest wel. Ja, je komt sowieso verder dan waar je was, toch? Nee, je kan ook nog hiervoor aankomen. Bij de start? Ja, wel verder dan je was, maar... Wauw, dat is zo wel mijn binnen. En weet je wat echt gay is? Nick. Rick en Morty, season 5 is uitgekomen. Yeah. Dus ik en Joyce waren gisteren prepared voor Rick en Morty. Chonko gerookt, klaar liggen, aflevering 1. Jawel, ja. Ja, af en toe. Oké. Wow. Wat moet je hier doen? Rechts en links zeggen. Dat is echt kut. Dit is zo'n minigame, die doe je nooit. Moet je dan dat gas pakken? Volgens mij wel, hè? Ja. Jij mag beginnen. Nee. Ja, wat? Dat is echt kut dat je niet gewoon links, rechts, links. Maar in ieder geval, we waren dus helemaal voor Rick en Morty. Klaar, eerste aflevering. Weer precies zoals we Rick en Morty verwachten, weet je wel. Gewoon fucking grappig. En dan... Dus je zit erin. Je bent... Oh, wat was dat? Een mushroom. Kun je die ook gebruiken? Mm-hmm. Oh, dat wist ik dus niet eens. In ieder geval... Dat was een gay dat ik dat niet wist. We zijn dus klaar, eerste aflevering voorbij. Fucking grappig. Hij moet dan... De aflevering begint met... hun zitten in dat ruimteschipje van die vader, van die opa bedoel ik. En het gaat helemaal mis, hun moeten vluchten van planeet. Hun worden achterna gezeten door een monster. Dus ze vluchten, die opa is knock-out. En hij probeert te landen. Hij geeft de hoop op, dus hij belt zo'n meisje die hij leuk vindt. En dan vertelt hij van dat hij haar leuk vindt, maar nooit durft het te vertellen. En dan zegt zij, oh, had dat dan eerder gezegd, want ik denk zo ook eigenlijk over jou. Zullen we dan vanavond iets doen? Zij zo, ja. En dan trekt hij zo aan dat stuur en ze landen goed en ze leven. Maar hij landt in de oceaan. Dus die opa wordt wakker en die zegt van, waar zijn we? Hij zo, oh, ik heb geland, ik heb je leven gered. Hij zo, zeg me niet dat we op de aarde in de oceaan zijn.
Hij zo, jawel. Hij zo, snel weg, weg. En dan denk ik, huh, what the fuck? Nee. En dan in één keer komt er zo'n man uit de oceaan. En dat is dan echt zo'n fucking gay fish. En dat is dan de aartsvijand van die opa. Maar dat is een beetje de grap. Okay. Maar hij is zo'n oversexte vis, is het, zeg maar. Oké. Okay. Nou, dus volgende scène. Die opa boos op die moordie van, ja, hoezo moest je daar nou landen? Nu moeten we weer opnieuw een vredesverdrag regelen. Ik heb ook helemaal niks aan jou, weet je wel, terwijl hij gewoon zijn best deed. Nou, ondertussen komt dat meisje dus bij hen op visite. En die ene aartsvijand van die Rick, die komt dan ook op visite. En die moordie, die moet dan voor hem butler spelen. En hij wil de hele tijd van die speciale wijn. En hij heeft die wijn dan in zo'n ander universum, heeft hij dan klaargezet. Je bent wel Sander aan het spoilen. Oh, oké, hij wil kijken of niet? Ja, dat is nou klaar, denk ik. Je hebt alles al gezegd. Oké, dus hij opent dan dat portaal en dan moet hij wijn halen en dan dicht portaal. Het is gewoon letterlijk deur open doen, maar in plaats van de deur portaal, wijn halen en aan hem geven. En hij pakt die wijn, drinkt en wil een nieuwe wijn. Dus wijn gaat er doorheen. Dus hij zegt tegen die chick, oké, nou, ik ga even wijn voor jou halen, ben zo terug. Dus hij opent die portaal, hij kijkt, oh, daar ligt die wijn. Komt er in één keer hoe zeg je dat, iemand van die wereld, zeg maar. Zo, ah, kan ik jou een handje helpen? Hij zegt, oh ja, tuurlijk, thanks. Dus ze pakken samen die wijn, leggen die in die kelder. Gooi twee. Oh. Oh, zo jammer dit. Nice. Oké, okay, maar eerst even de ster kopen. Dit kan ook nog fout gaan. Dus een pakje die wijn, die portal gaat dicht, we zijn in die kelder. Hij zegt, nou ja, dankjewel. Weet je wat, hier heb je ook een fles wijn. Dankjewel voor de moeite. Dus hij zegt, nee, ja, dat hoeft niet. Jawel, jawel, pak maar een fles wijn. Dus die portal gaat open, hij komt terug. En in één keer is het daar dus 1000 jaar, of ja, 1000, laten we zeggen 50 jaar later elke keer. Okay. Dus zijn vrouw is dood. En hij loopt, rent naar huis binnen, ziet dat zijn vrouw dan dood is door ouderdom. Nee. En in één keer staat daar dan zijn zoon en die steekt hem neer en die zegt van, ja, ik zou je wreken, je hebt ons verlaten, bla bla bla. Dus elke keer als hij dan wijn gaat halen, want hij moet dan steeds wijn halen, gebeurt daar dus de hele tijd iets anders, zeg maar. Okay. En op een gegeven moment gaat die wereld dus het magische kind haten en dan gaan ze dus een heel fort daaromheen bouwen. En als hij dan daar komt, dan willen ze hem dus doodmaken en dan zie je hem de hele tijd battelen om elke keer die wijn te halen voor die ene dude, zeg maar. Fucking grappig. Dus dan heb je meerdere verhalen in één verhaal. Maar ik dacht dat er iets niet, dat er iets juist mis was gegaan of zo. Zeker, dat komt nog. Dus, nou, dat gebeuren, weet je al. Want... op een gegeven moment die Morty die denkt zo, oh, geef me gewoon die wijn. En dan zo, oh, Magic Child, bla bla bla. En dan gaan ze iemand zo opleiden om hem dan te killen. En dan komt hij weer in die wereld en dan gaat hij vechten, bla bla bla. Dus op een gegeven moment is hij het helemaal zat, pakt die wapens, gaat hij die hele wereld uitmoorden voor die wijn, weet je wel, zo shit. Dat is echt classic Rick and Morty. Okay. Nou, op een gegeven moment, vredesverdrag wordt ondertussen getekend. Maar ondertussen heeft hij die kleindochter aangestuurd om iets te jatten van die aartsrivaal. Dus dan krijgen we dan ook weer ruzie. En die aflevering eindigt. Dus dan denk je, ah, oké, okay, goed begin, seizoen 5. Ja. Laten we naar aflevering 2. Die was er nou. Die is er. Nou, dus elke week één aflevering. Net als een keer wat trouwens. Ja, zoals toch. Maar dan zit je er helemaal in. Je wil gewoon gespankt worden door Rick en Morty en dan doen ze maar elke keer één week. Ik vergeet het toch alweer, daarnaast ben ik toch niet eraan begonnen. Oh, oké. Okay. Maar het is wel echt fucking grappig hoor. Het is echt fucking grappig. Dus toen ging ik gisteren maar South Park kijken. Nou heb je dus, South Park heb je ook nooit echt gekeken, hè? Of wel? Nee. Je had dan... Oh, alweer? Dat is wel heftig. Ja, jij vindt deze leuk. Jij vindt deze leuk. Ja, maar nu weet je ook... Ik kan deze niet. Hier, ze hebben er gewoon speciaal van je recht voor je neergezet. Je hebt maar één mushroom. Ja, zie ik. Deze is wel in te halen. In ieder geval, we gingen de South Park daarna kijken. En je hebt dan ook op Netflix dat seizoen met de leukste South Park afleveringen. Ik vind het zo gay dat je niet gewoon links of rechts kunt doen. Je moet dat dan, dat knopje, en dan moet je daar input geven.
oké. Ja, je hebt er wel een gedaan. Je hebt ook nog fucking veel fuel. Easy win, boys! Zo mooi. In ieder geval, Cartman, die loopt naar die vrienden en hij zegt ze van, hey, ik heb schaamhaar. En hun zo, oh, wat, hoezo nu al, weet je wel. Dus Cartman, na, ik heb schaamhaar, jullie lekker niet. Zij zo, laat zien dan. Dus hij zo, kijk! En dan heeft hij zo'n plukje schaamhaar. Hij zo, kom je hier aan? Hij zo, ja, heb ik gekocht van iemand voor 10 euro. Dus zo, en begin haar pakken hard uit te lachen. Ah, loser, jij komt schaamhaar. Dus hij zo, huh? En hun zo, je kunt schaamhaar niet kopen, je moet het zelf groeien. Ja. Zij zo, maar ik heb het gekocht. Hij zo, ja, jij bent zo stom om het te kopen. Dus hij gaat terug naar die groep achter en hij vraagt van, hey, mag ik mijn geld terug? Want je hebt me blijkbaar gescamd of zo. Mm-hmm. Zij zo, nee, tuurlijk geef ik mijn geld niet terug. En die hele aflevering gaat dan over dat hij dus de hele tijd hem probeert zijn geld terug te vragen. En elke keer als hij het vraagt, wordt hij opnieuw, maar dan nog harder gescamd, zeg maar. Dus de andere keer dan, hey, hoeveel geld heb je eigenlijk bij? Oh, zoveel. Nou, tuurlijk geef ik het geld terug als jij me dan dit teruggeeft, want ik heb dit als wisselgeld. Weet je wel, dan is alles kwijt. Of, oh, weet je dat schaamhaar nou veel meer waard is, dan moet je daar en daar verkopen. En dan stuurt hij hem helemaal naar de andere kant van het land, weet je wel, zo'n shit. Dus, die Cartman wordt helemaal afgetuigd, alleen hij doet het wel zelf omdat hij zelf zo stom is. En dan op het einde organiseert hij een barbecue. En dan komt die jongen dan en dan zegt die Cartman van, nou ja, gefeliciteerd, je hebt gewonnen, je mag mijn geld houden. En die jongen van, nou hè, je bent dus niet zo stom om daarin te zien. Hij zegt, maar hey, pak anders iets van de soep of zo. Hij zegt, ja, lekker, wat zit er eigenlijk in? En dan vertelt hij dus zijn hele plan met... hij heeft dus die ouders laten vermoorden en vermaald in die soep. Dus hij heeft zijn ouders opgegeten. Dus hij zei, ah, je hebt je ouders opgegeten. En dan gooit hij die schaamhaar zo in zijn gezicht. En die jongen helemaal, helemaal uitfrieken. En hij zei, ja, dan krijg je ervan als je die 10 euro niet teruggeeft. En dan ben je die aflevering. En dan denk je, holy shit. Dat vond ik wel nice. Nou, dat is echt zo cool. Geheime tunnel. Wauw. Alweer. Wauw. Wat een type spel. Oké, jongens. Ik liet Milan die minigames winnen, zodat hij me nou 20 coins kon geven. Hey, noem je dat niet de ultieme strategie? Je geeft een kind eerst geld om het daarna af te pakken. Dus dan weet het kind hoe het is om geld te hebben. En dan weet hij daarna ook meteen hoe het is om het te verliezen. Want als je niks hebt, kun je ook niks verliezen. Dus dit is extra pijnlijker. Dus nou, hier krijg je ook weer geld voor. Oh, en ook nog mega... Oh, huh? Nee. Oh, dat was die van haar. Die was van jou, maar die heeft zij weer overgenomen. Dus dat is ook best pijnlijk. Oh? Ja, inderdaad. Ik word echt zo hard genaaid deze hele game. Ja, jij bent wel echt genaaid, ja. De enige manier wanneer ik was genaaid was toen met dat ding, toen ik werd weggeschoten. Ja. En dat jij een stack kreeg van dat ding. Oh. Geheime tunnel! Heb je nou dat knopje die werkt dan met geheime tunnel? Ah, volgens mij niet. Oh, werk! Heel zacht. Oh, maar je ziet het dan niet daar? Nee. Maar dan zien het wel op de sting. Nee, volgens mij ook niet. Volgens mij was het ook niet. Maar ik heb trouwens wel een theorie waarom Dan gestopt is met die ene sponsor met die trading card game. Oké. Ik ga hem vertellen na deze minigame. Oké. Oh, dit is echt... Dit is dus kut, want je speelt met zo'n kutcomputer. Yep. Kijk, doen we dit samen, dan halen wij hier gewoon een wereldrecord. Ja, dik weer op de goal. Weet je, ik had met de computer afgesproken. Dan, hey, je doet gewoon wat ik doe. Ja. Yep. En dan krijg je dus die zieke tijden. Oké. Toen Dan dus heel erg bezig was met die Pokémon kaarten. Ja. Hij opende bijna elke stream wel een box. Ja. Nou, hoeveel kost zo'n box? Laten we zeggen 100 euro, 150 euro. Hij opende bijna elke stream. Ja, wacht.
Hij opende voor best wel veel boxen. Mm-hmm. Nou, kost best wel veel geld. Ja. Ik denk dat die vrouw gewoon tegen hem heeft gezegd van... Hey, nee, want hij heeft nu een nieuwe. Hij is nu eigenaar zelfs van... Omdat hij dus voor best wel duizenden euro's... Ja, maar hij heeft ook... Voor één pool die hij nog moest. Hij wou alleen de Victini Rainbow dan... Ja, maar uiteindelijk verdient hij er echt wel geld aan. Tuurlijk, maar dat was alleen mijn theorie. Oh dan... ja, nee, want hij is nu mede-eigenaar van een nieuwe... game store, zeg maar. Echt? Ja. Wel slim, wel slim. En dan code A-Drive voor korting. Of voor... Ja, en alle prijzen zijn in Amerika bij hem veel lager dan bij de rest, zeg maar. Ja, dat is wel slim. Ja. Hij heeft die Simply Unlucky ook, zijn eigen winkel. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk gewoon een beetje net als FIFA Ultimate Team. Het is gewoon... Dit is het ook. Ik vind het ook leuk om bij elke nieuwe set een keer te doen, zeg maar, weet je wel. Ja, ik wil sowieso wel een set halen, maar dan wil ik wel een set waarvan ik dan denk van, oh, okay, ja, de komende vet. Set die gaat komen is Evolution set. Oké. En dan kondigen ze ook een nieuwe Evolution aan voor de nieuwe Arches Open World Game? Nee, natuurlijk niet. Yes. Oh, weet je wie dan ook een box gaat kopen? Geen Stevie. Ja. Yeah. Dan ga ik weer vragen dat ze katten. Nee. Met wie dan bedoel je? Evolutions van X en Y was... Evolutions van X en Y was wel mooi, oké. Ja, nu krijgen we de Evolutions. Ik vond die met dat die Pokémon shiny konden zijn, vond ik ook wel fucking vet. Ja. Maar dan kon je dus letterlijk elke Pokémon ook shiny hebben. Shiny Fates, dus dan had je gewoon twee collecties, alle normale en dan alle normale... Alle shinies, zeg maar. En wat ook heel erg vet was aan die set, is dat de shiny zat op de reverse holo plek. Dus dan had je ook altijd nog steeds kans op een fucking goede rare. Ja. Dus dan open je een pakje en dan zit er zoveel value in. Dat is nice. Hey, oh nee. Nee, we mogen weer niet bij elkaar. Oeh, deze is kut. Oh ja. Ik weet alleen niet meer welke precies, als ik hem zie wel. Yeah. Hoe pakt hij hem op? Dat weet ik niet meer. Okay. Let's pray dat je computer weet wat hij doet. Ja. Yeah. Waarschijnlijk niet. Go! Kom op, Toadette. Wat ben je voor een slet? Ja, dat is wel echt een vieze slet, ja. Toadette, wat ben je de fuck mee aan het doen, jongen? Wat? Easy. Oh! Wat? Wat een ons! Ja, later, bitch. Deze is voor ons. Ja, die dingen lagen daar letterlijk voor. Die dingen lagen ervoor. Deze was easy. Ja, echt. Die computer bakte echt helemaal niks. En... Ja, ze blokt jou! Nou ja, ik heb elke keer het gevoel dat hij zelf blokt als ik loop. Dat had ik die ene minigame waar ik die voor jou verloor ook. Zou kunnen, maar wat ik zag is dat zij tegen haar liep. Dat was nice. Trainer Stevie, oh mijn god, ik keek dat altijd vroeger. Ja, vroeger was het Zelda Player 20. En ik keek ook altijd Zelda Player 20 Girl. Mm. Die was ook altijd leuk. Zullen we wel anders bij de volgende stream die je doet vragen waar zij is? En dan het toen zo'n... wacht, ik moet wel even... Nee. Nee. Ik dacht dat hier ergens zo'n ding lag. Ja, dat is wel kut, dat ik voor 40 coins die ster moet kopen. Ja, jij hebt het tenminste. Ja, maar ik denk dat ik gewoon even chill hier. Ik zou hem op die ene toot die daar staat liggen. Of daarop een hoop. Samen met Gaming Dutchman en Rick van Serpent Gameplay. Ja, dat was wel wat jij ook veel kijkt, toch? Rick moet wel echt zijn naam veranderen naar Serpent, niet Gameplay. Ja. Hij is altijd aan het praten als ik zijn stream kijk. Of als ik een keer kijk, of van, oh, wat is hij aan het doen? Hij is altijd nou voor het real life, of hij zit achter zijn computer te praten, of Rutfunk te kijken ofzo. Of, hij speelt bijna nooit meer in game. Ja. Ah, ik heb toch geen geld. Nu krijg ik geld, toch? Of niet? Ja, van mij mag je aan. Oh wacht, anders een stack. Verder, prima. Verder. Ik bash je content niet. Ik bash alleen van de naam klopt niet meer met
Hij moet zichzelf gewoon Rick Serpent noemen of ja, zo. Gewoon zijn naam. Ja. Of, maar sinds hij dit doet, is hij wel veel bekender in. Ja, ja, hij verdient nou wel het meeste geld, zeg. Ja. Even kijken of deze nog lekker vindt. Ik vond hem. Nee. Vergeleken de groene is die echt. Ja, vergeleken de groene is alles mee. Na Ripper en Assault. Oeh, die ga ik wel zeggen. Assault is echt Goro. Nou, het is zomer en ik heb nog geen Rippers besteld. Ja. Yeah. Ik denk wel dat ik die ga halen, maar dan ga ik ook een beetje waterig. Ja, ik vond gewoon Punch. Dat was ook normaal die zwarte met roze, toch? Of nee, paars in het midden. Mm. Ja, ja, die had je toen ook best gedaan. Nee. Ik miste de Assault. Weet je nog dat we die speciaal bij de Total hadden? Waar we gewoon 3 euro voor een blikje betaalden. Die jij ook gewoon lekker nu vond. Nu heb je voor 4 euro 2 van die mega groene blikken bij de Total. Oh, dat is gewoon goedkoper dan in de winkel waarschijnlijk. Ja, die megas kan je niet halen in de winkel, zeg maar. Ja, maar dat is dan 750 ml, toch? Nee. Oh, gewoon iets meer, 550 of zo. Ja, oké. Maar je kan hem afsluiten, dat is wel super chill. Oh, dat is... Ik had toch die Super Mushroom gekocht. Misschien heb ik die niet. Nu heb ik blauw, terwijl ik... Jij had een blauwe. En die ene duurt ook. Dus nu is die veranderd naar mij, want ik kan jullie dingen niet gebruiken. Mm-hmm. Ja, ik vind het prima, hè? Ghost in the Hall. Ah, oh, deze werkt. RNG. Ik weet gewoon nou dat hij dit gaat winnen. Dat is gewoon het einde. Dat vind je erg altijd, hè? Als ik een RNG game win. Dat vindt hij erg. Dat vind in een race spelletje. Dat is echt één zo'n game. Godver. Nou, gefeliciteerd, Justin. Nee! Magische poeder, geweldig, betoverend, eindeloos. Godver, ja, je gaat hem halen hoor. Je bent al bij het eind. Yup, gefeliciteerd. Finish. En jij keek op mijn scherm, want jij ging dat toen recht door. En ik werd dat toen tegengehaald tegen de cutsmoke, dus ik keek dan ook op jouw scherm. Hey, het is Mario Party, hier mag het gewoon. Dat klopt. Ik had fucking veel geluk, want ik liep links gewoon helemaal door tot het einde. Dat was gewoon naar... Ja, zou ik die gebruiken? Ja, ik was dit allemaal aan het klaarzetten. En toen dacht ik van, oké, wat kan ik het best doen zodat ik het scherm gevuld krijg? Toen dacht ik, ah, ik kan gewoon allebei een camera geven. Ja. Dat is wel chill. Dus mij kom ik nou weer... Ja. Mag ik de poeder? Mag ik de poeder? Nou, dat mag ook wel een keer. Ja, hoor. Maar hij kost toch 40, dus alleen die ene bitch kan hem kopen. Je weet dat die ene bitch. Staat zij niet hierboven, die bird? Of staat dat maakt me niks uit. Dat maakt me wauw! Nee, ik heb toch ja, even een vraag. Nee. Plus je komt dan een vraagteken, dus dat is misschien ook wel weer gunstig voor die ster. Dat is gewoon het beste wat ik wil proberen. Maar ook helemaal geen nieuws over Breath of the Wild? Ja, Breath of the Wild 2, daar hebben we al van de trailer van gehad. Oh, echt? Ja, alleen 2022. Maar is er in de trailer ook gameplay te zien of alleen maar een verhaal? Nee, geen gameplay. Ja, dus alleen maar een filmpje van het moet worden. Maar wat moet het worden dan? Je hebt een beetje van die... want ik dacht eerst van... Oké, we kennen Breath of the Wild. Ja. Daar gaat nog iets na op komen. Maar ja, gaan ze dan exact dezelfde... Hetzelfde op een scooter. Nee. Zo, ik heb dat ding toch? Gaan ze dan exact dezelfde map gebruiken, dacht ik. Weet je wel, want dat zou best wel saai zijn. Naar mijn mening. Ja. Nou, dat hebben ze aan gedacht. De hele map is nog beschikbaar, maar nu heb je zeg maar allemaal van die hele grote platformen boven de wereld hangen, zeg maar. Oké. Ken je Skyward Sword, die volgende maand uitkomt als remake voor de Switch? Ik ken het wel, nooit zelf gespeeld. Maar dat is ook allemaal met van die hangende platforms. Oké. Als je trouwens een uur aan Salt wil zien, zeg maar, dan moet je mijn reactie op het direct kijken. Ja. Die heb je geüpload. Yeah. We kunnen wel just een react op jouw reaction op de... Ja, dat kunnen we wel doen als je straks even zegt van... ik weet niet of je een bepaalde tijd thuis wil zijn, maar... Ja, rond 10 uur zoiets. Wil je weg?
Ja, ik moet morgen om 8 uur werken. Oké, maar als je dat wil doen wat je net zegt, dan moeten we na dit potje al stoppen. Oké. Want dat duurt een uur, denk ik? Ja, 40 minuten ongeveer. Maar ja, weet je, moet deze ding nog niet afvoken. Nee, true. Oké. Okay. Ik wil eigenlijk sowieso de direct nog zien. Mm-hmm. En ik ben wel benieuwd hoe vaak het zal zijn. Maar wij zitten met computers. So. Maar ja, we tegen een computer. Oh, maar dit is wel kut op deze controller. Dat is X, dat is Y. Oké. GameCube is deze wel makkelijk, hè? Dat klopt. Meer omdat je daar gewend bent. Mm-hmm. Oh, deze. Dit is in ieder geval goed. Ja. Oké. Okay. Nice. Maar we hebben best goed gedaan. Het enige nadeel van deze minigame is dat je zoveel geld in de game komt. Want dan krijg je 3 mensen 12 gold. Ja. Normaal krijg je gewoon 1 iemand krijgt 10 gold, meestal. Mm-hmm. Dat klopt. Het is wel content, ja, daarom heb ik hem ook geüpload, Sander. Daarom heb ik mijn reactie ook geüpload. Ik was echt super salty. Ik weet nog wel van die vorige direct. Toen zei oh, wel vette RPG's die erin zaten. Toen dacht oh ja, die ga ik spelen. En dan vergeet je ze de dag erna toch weer, weet je wel. Maar jij hebt toen toch wel nog een keer tegen mij gezegd van, hey, ik ga Genshin Impact spelen. Ik heb hem zelf nog geappt. Jij dacht dat ik dat vet vond. Ja, dat was. En toen dacht ik van, oh ja, het lijkt me ook wel vet, alleen ik denk niet dat ik er tijd voor heb. Yeah. En toen zag ik Jaden het ook spelen en ik zei, wat speel jij? Hij zei, oh, kent je een Impact? Ik zei, oh, dat ziet er best wel vet uit. Oh, nice. Een beetje... Oh, jij moet nou hoog gooien. Als jij nou gewoon 10 gooit, dan ben je genaaid, hè? Want? Ja, nou kom ik bij die kutwinkel. En ze zei, wat ben je aan het spelen? Hij zei, Genshin Impact. Ik zei, wat? Hij zei, Genshin Impact. Ik zei, je kunt toch gewoon normaal zeggen wat je speelt? Ik zei, ik zoek het wel gewoon op. Dus ik deed alt tab en toen zei ik, Genshin Impact. Ik zei, het heet Genshin Impact. En toen dacht ik, ik ga het voor hetzelfde spelen. En sindsdien wel vet. Lijkt echt op Zelda Breath of the Wild, alleen dus met teams en... Ja, ik weet niet of ik dat op stream al had gezegd. Moet ik dit willen? Kijk, als ik echt wil winnen, dan moet ik tegen jou, zeg maar. Dat is echt kut. We gaan het gewoon doen. Wat heb je te verliezen? Een ster? Ja. En dan is het ook meteen over. Ja, maar kijk, als je dit wint, kun je eerste worden. Win je dit niet, dan weet je sowieso tweede. Dat klopt. Able's War. Ja, maar we zijn nog bonus stars die ik misschien heb. Ja, kijk. Wacht, even kijken. Oh, deze is wel erg kut. Deze is wel erg kut. Zeker als mijn ding weer blijft stokken straks. Wow, hoezo kan dat ding springen? Oké, dat wist ik niet. Ik dacht dat ze alleen konden lopen. Gore. Oké, wil je eigen lot zien of moet ik het doen? Doe jij het maar. Want ik had net de ster voor jou gezet. Daarom. Oké. Oké, toch zijn dit leuke teamcoins. Dat je zo winnen. Jij daagt mij uit en je weet gewoon dat, behalve als die race minigame zou zijn, die het niet kan zijn, want het is Mike. Maar één ding snap ik ook niet, want ik vroeg van, zit er Pokémon content in? En jij zei nee, want het is Nintendo Direct, maar Pokémon is er ook van Nintendo? Nee, dat is al wat ik vaker tegen jou zeg. Het is van Game Freak en het wordt op een Nintendo console uitgebracht, zeg maar. Alleen, ik zei alleen tegen jou van, het is geen Pokémon Direct. Pokémon die krijgt meestal zijn eigen Direct. Oké. Dus gewoon bij een normale Direct dan... Krijg je gewoon niks te zien in Pokémon. Heel zelden, zeg maar. Ja, zeker in de laatste jaren. Smash character die van Pokémon. Precies, is. Of in, zeker de laatste jaren is dat steeds minder geworden, zeg maar. Ja. Hier een natte fart in mond. Ja, maar die had ik ook niet verwacht van tevoren, zeg maar.
En welke nieuwe Smash characters waren er ook weer? Ja. Street Fighter of zo? Ik ga niks zeggen, want dan ga je zo. Oh ja, ja, ja. Je hebt nou wel Sephiroth, hè, op de Smash. Dat leek me wel vet. Alleen... Ja, daar geef ik dus zelf echt niks om, zeg maar. Het is zeg maar een van de allersterkste bad guys van de Final Fantasy. Mm-hmm. En dat is dan een normaal poppetje in Smash. Die dan even sterk is als Pikachu. Mm-hmm. Ik snap het wel. Oké. Deze is leuk. Deze is best te doen als je alleen bent. Alleen, ja. Je kunt hier met z'n drieën... Stel, je speelt vaak Mario Party, dan is het niet te doen. Want wij kunnen zeg maar, oké, ik mik op de linker, jij mik op de bovenste. Oké, dan eentje moet altijd richten dan op waar die is. En de andere op waar die dan naartoe gaat. Mm-hmm. En die andere terug. En dan kun je al niet winnen. In principe. Maar weer 13 gold in de game gepompt. Wel nice, want op zich doet de party het gewoon lekker. Zo. Ja, toch? Dus kunnen we gewoon even. Dat is ook niet Dolphin dan. Ja. Ah. Ja, Wario. Ja. Niet te veel verklappen van de direct, want dan moet je snel maar nog zien. Ja, ik kijk Milan al aan. Hoor. Mm-hmm. Oh. Dit is echt kut. Dit is echt de kutste. Dit is niet eens voor iemand voordelig. Het is ook niet eens leuk, zeg maar. Ja, waar sta jij? Oh, jij bent daar ook weg. Mm-hmm. Dan ga je maar gewoon naar. Ik hoop dat ze 10. Dat geeft niks, Menti. Ik hoop dat ze 10 gooien. Ja, kijk, ik weet dat ik sowieso. Ik ben nou sowieso 20 coins kwijt. En als iemand op Bowser komt, dan is het sowieso gold even. Zeg. Dat vind ik zo'n kut ding hier. Ja, prima. Ja, dan moet je het in de coins worden. Eigenlijk zou dit, als je hier dan die ijzeren mushroom zou hebben, dat je dan. Ja. Dat ding zou houden ofzo, dat het dan iets doet. Nou, in Mario Party 4 heb je dus een item. Die krijg je super zelden, echt, dat gebeurt bijna nooit. Dat is zo'n pakje van Bowser. Ja, die klopt ja. Die is best vet. Ja. Die gaan we ook nog een keer doen, Mario. Maar hoe even. Krijg je die dan? Van die Bowser shop dan? Nee, dan ook als het mini Bowser zo naar beneden komt, zeg maar. En dan heb je zo eentje dat je die item krijgt. Zeg. En dan pak je dan coins af van iemand of een ster? Ja, dat is hetzelfde als dat je groot bent dat je op iemand gaat staan, zeg maar. Dan gebeurt er ook iets. Ik weet niet precies hoe. Oké, cool. Ik weet, je noemt het op en ik kan me niet eens herinneren dat ik het ooit zelf echt heb gezien. Ja, ik heb volgens mij één keertje ooit. Oké, dat is best netjes voor 3. Dat ligt er ook nog even in het zet van de ring. Wow! Hey, maar je kunt wel weer challengen. Oké. Nog een keer nu! Je moet wel. Je bent nou sowieso tweede. Dus of je doet mee voor 1 of je blijft tweede. Je hebt niks te verliezen. Win jij nou bijvoorbeeld de ster, dan wordt het gewoon heel spannend. Yo. Je kunt er ook 2 winnen trouwens, volgens mij. Maar dit is echt zo tering kut nou. Nee, man. Ik vind het niet eens dat je zo moet winnen, zo. Oké. Gefeliciteerd. Kut. Oké. Oh, wat. Rip. Oh, wat. Eigenlijk had ik hier gewoon moeten wachten. Je hebt zelfs een wereldrecord. Maar dit is zonder GameCube-controller echt mindfuck. Je weet ongeveer wel... Yo, megalodonnetje. Maar die X en Y en de A en B zijn... Ja, de X en Y kloppen, alleen de A en B is kut. Alleen je weet X is A.
De helft van mijn coins. 7 coins voor Justin! Jij hebt zoveel geluk. Ik had al zoveel. Ik kan nog steeds winnen als ik bonus coins krijg. Dan kan ik nog steeds winnen. Maar je moet mij wel challengen. Ja. Want challenge je me niet, word je sowieso tweede. Mm-hmm. En op het moment dat jij me challenge en een ster pakt, dan word je gewoon eerste. Yep. Oh, er zijn nog bonussterren. Ja, exclusief die bonussterren. Want als je op die manier straks niet wint, dan word je echt salty. Ja, maar kijk, we hebben zeg maar, ik heb zoveel meer coins. Hm. Dus ik denk, stel we zouden gelijke sterren krijgen, dan win ik alle coins. Ja, dat is waar. En dus dat zou betekenen dat jij 2 van de 3 bonussterren moet hebben. Ja. En jij geen. En ik geen. Ja, dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Nee. Gaan we niet doen. Nee. Ook weer. Oh, dit is onze... Wat is lang, man. Oh, een semmel lang. Een semmel? Nou, ik weet het aan mijn plan. Het is allemaal semmels tegen. Nou, hoeveel meer coins ga ik krijgen? 5. Give me a fuck. Kom op, Birdo, win 2 sterren van hem! Ja, ik weet het niet. Dit is niet. Oh, oké. Shy Guy says. Deze is echt leeg. Ik had nou al verloren. Hoezo? Omdat ik dacht dat je op degene moest staan die die aangaf. Ik zat zo te kijken, waarom blijf je staan? Waarom blijf je staan? Om het spannend te maken. Ja. Yo, megalodonnetje. Yeah. Hij is een half uur later, maar dat is niet erg. Bijna niemand is iets mee gezegd. Nee. Jongens, waarom? Die zijn gewoon aan het genieten van hoe jij mij inmaakt. Oh, ja, dat is inderdaad best zin. Moet je nagaan hoe het voor mij doet. Oh, Dream Team United. Trial and error. Oké, dit is really easy. Nee, dit is echt... Het was al easy, maar nu dat ik met jou zit, is het nog easier. Easy, dat is zeg maar gewoon praktijk in het onderwijs. Welke kleur zijn? Even hier die bitch eraf stompen. Oh, dat kan ook nog. Ja, uitgespeeld! Ja! Houdoe! Oh. Ik heb die. Oh, kut! Oh, oké, wacht. Ik heb die. Ik stomp haar eraf. Yep. Oh, kut. Oh, wat een bijna perfect! Bijna compleet. Oh, bijna. Dan moet je zeggen dat die computers op extreem moeilijk zijn. Kijk, Sander die is dus goed aan het opletten. Beetje jammer dat hij zo slow is, maar het zal wel. Hoe bedoel je dat zo slow? Dat wie slow is? Oh, dat Milan slow. Ja, oh, nee, dat jij slow lijkt. Kom ik nou op? Oh, ik ben al mijn coins kwijt. We gaan coins equalizen. Wedden? Dat ze... Oh, dit is nog erger. Oh, dit is... Want nu krijg jij al mijn coins. Nee! Oh. Nee. Waarom? In ieder geval nog 36 coins. Yes! Dat is altijd, als je de meeste coins hebt... Ja, word je en je komt dan daarop, dan ben je gewoon alles kwijt. Ik ben het gewend. Ik zit veel vaker... Elke party zit ik in die positie. Even kijken, dat Justin pas doorheeft dat er iets gezegd wordt een uur nadat het is gezegd. Dat klopt, ja. Dat klopt. Oeh, coinswap met... Met Toadette. Was het maar. Equalizer? Oh, shuffle. Ja. Wauw, je had geen orbs. Nee, ja. Maar ik hoef er ook niet één te krijgen. Nee. Oeh, 1 of 2 en je geeft mij al je coins. Ja, dat kan wel. Ja, wat zijn er nou weer op? Komt er zijn weer geen uit. Kom, 1.
Ja, misschien ligt het daar ook in. Er zijn er zoveel bijgekomen. Ik denk dat ze op DK komen. Wauw, ja, wat een bullshit. Het best ook heftig dat ik dat gewoon weet. Ja. Deze game. Als je deze game niet hebt gespeeld als kind, dan ben je geen kind. Dat klopt. Dan ben je gewoon meteen geboren als volwassene. Dat klopt. En dan mis je gewoon algemene ontwikkeling. Dat klopt. Zo is Hitler gevormd door geen Mario Party. Dit, als gaat, kind. Dit gaat weer een beetje te ver. Okay. Maar het klopt wel, want toen was er nog geen Mario Party. Oh. Als zij dan nou een stijl won, en zij won die bonusstijl. Ja, dan, waren we, dan worden we echt al uitgelachen als dat zo is. Oh, ze heeft gewonnen. Thanks. Maar ik geloof het niet, ik wil het zien. Nee, ik niet. Duurt allemaal lang. Nou, Birdo, laten we alle coins equalizen. Ja, dat zou wel nice zijn. Safe. Ik weet niet waar ze nou komen. Op mij? Of op Wouter? Ja, op mini Wouter. Oh ja, ga snel op coins uitgeven. Ik snap het wel, ik snap het wel. Nou, wat gaat hij nou doen? Ja, we gaan de orb switchen, want ze heeft 3 orbs. Ah, coin equalize! Save! Ik weet niet of het voor mij goed... Ja, ja, voor mij ook. Zoveel coins heb ik de hele pot nog niet gehad! Zee! En je hebt er helemaal niks voor hoeven doen. Nee. Zoals het hoort. Pokepummel! Dat is jouw lievelingsgame. Lievelings is een groot woord, want ik ben dus de feeling een beetje kwijt. Oh, natuurlijk! Vraag maar aan Joyce. Snap wat je bedoelt. Je hebt gewonnen. En nieuw record! Jij bent fucking goed in deze game. Want sneller dan hoe ik het nu deed, gewoon kan ik het ook echt niet doen. Ik kan je vertellen. Je koopt een vibrator. Is een robot. En je zet hem erop. Ja, Justin is fucking goed in die games. We moeten, want we na dit potje stoppen, maar we moeten echt dit vaker doen. Ik vind het fucking grappig. Ja, ik ga deze ook uploaden. Jij hebt deze toch sowieso al vaker gedaan? Want er staan al bepaalde Nee, ik heb een save-file van internet geplaatst. Ah, oh, zodat die al alles gewoon lokt. Yeah. Slim, hè? Dat is wel slim, en dan moet ik weer battelen. Ja, als je slim doet, niet... Ja, als je slim bent, doe ik het niet met mij. Er valt gewoon een ster hier te halen. Oké, oké. En doe ik het met iemand anders en ik verlies een ster, heb ik ook gewoon een probleem. Oh, weer die kut. Snap je? Ja. Yeah. Stel, ik doe het tegen een computer en ik verlies, dan heb ik ook gewoon een probleem. Deze is echt kut, trouwens. Ja, deze is echt kut. Ik echt vind deze kut. Ook echt kut. Wow, hij sprong niet, boy, yo. Sorry, lady bitch! Gefeliciteerd ons. Lady bitch! Wat? Waar is de diepte? Hey, oh, kut, hij sprong nou ook niet. Oh, kut, hij lekte ook. Ja, hij sprong weer niet. Nou, je hebt al gewonnen. Hij lekte ook een beetje. Mm. Ik... Dat is echt dingen waar je echt alleen op de computer tegenaan loopt. Oh, zeg maar. Okay. Ik hoop zo... Waar heet iedereen tegen mij? Ik snap het wel. Ik ben een hardwerkende Nederlander. En omdat ik... Sterk. Weer de helft van mijn coins. Ik heb weer geen coins. Hoezo? Je hebt er nou gewoon nog 30. Je weet dat gewoon al 3 of 4 keer ik jouw ster had kunnen gappen. En als jij andersom had gewonnen, had jij sowieso je ster. Ik ben vaak voor de underdog. Ja, maar ik ben de underdog. Ik speel uit. Dit is jouw thuis. Ik speel uit. Milan heeft thuisvoordeel. Oké.
Oké, dan kom ik er net voor als het goed is. Als jij nou gewoon 25 had gegooid of zo, dan had je gewoon nog die ster, hè? Ja, maar ik geloofde niet volgens dat volgens mij kom jij net voor die kanon of op de kanon. Eén van de twee. Net ervoor. Oh, net jij ervoor. Hebt echt zoveel geluk. Nu kun jij dadelijk gewoon nog een ster kopen. Ja, hij is 40. Dus oh, echt? Ja. Oh, wat! Oké, de volgende mini... Als hij komt nou een vraagteken. Nee. Alweer niet battle? Nee. Coins Equalizer! Ja, weet ik niet, want zij heeft 61 coins. Ik denk orbs weer. Switchen. Doe met mij. Nee, waarom heb ik de hele tijd ongeluk? Ik heb nog geen één keer geluk gehad, het hele potje niet. Het hele potje heb ik nog geen geluk gehad. Maar ook niet per se heel veel pech, want je weet jawel. Dat ik... Ik heb 4 keer jouw ster kunnen afpakken als ik geluk had. Ja, dat is wel waar, ja. Maar inderdaad, nu had je gehoord hoe dan geen mushroom gebruiken. Oh ja, als zij hem niet koopt. Yeah. Oh ja, als zij hem wel koopt. Ja, als zij hem wel koopt, dan kan ik hem ook kopen. En ze gooit er nou 10. Yeah. En zij komt nou ook weer op Bowser. Oh, die zijn nou weggehaald of wat? Nee. Nee. Battle? Oh, dat zou perfect zijn. Thunderin! Oh, dit is fun! Wat? Jij mag de Thunderin doen voor jouw ster. Hoe leuk is dit? Hoe? Voor jou is het blijkbaar fucking leuk. Wat? Dit is een fucking leuke minigame. Ja, dit is wel een hele leuke minigame. Ja. En hier mag jij om Thunderinnen. Ik heb zo een gevoel dat ik zo sloom ga. Hier, had je... Ik ben gewoon weer slomer gegaan. Nu heb ik echt bewijs. Okay. Ik ben ook ergens tegenaan gelopen. Ik kan niet naar jou kijken, want ik ben zelf aan het runrunnen. Ik heb echt fucking veel fun. Ja, maar ik ben nu ook ergens tegenaan gelopen. Dus nu ben ik sowieso achter jou. Maar het is nog niet over, hè? Oh, hij sprong weer niet. Yeah. Nee, ik had net alsof ik soort van in stroop liep of zo. Man, met mijn ogen dicht. Zie! Nieuwe record! Maar nu heb ik wel proof. Thunderin is een van de leukste games ooit. Omdat het toch individueel is, maar toch strijd je tegen anderen. Yep. En het is puur skills. Maar in die toren onderin, zeg maar, wordt het op een gegeven moment een stukje donkerder. Ja. En ik heb er rechtdoor gelopen, ben niet gestopt, zeg maar. En jij was daar veel eerder dan ik. En toen op een gegeven moment was die stroperigheid weg en toen rende ik veel harder. Oeh, ja, dat is kut. Ik had die stroperigheid dus net toen bij die sprong, bij die camp, zeg maar. Ja. Dan reageert hij gewoon niet. Shops zijn dicht. Was dit de laatste turn, ja? Dat is de laatste turn. Oh, dat is echt gewoon. Of je gooit nou 1. Als je die gebruikt, dan kan... Ik ga hem wel gebruiken, weet je waarom? Voor de oorlogstil. Yeah. Ja, misschien dat ik er dan wat aan heb. Ik hield ik mijn mond. Nee. En misschien komen er hier wel coins uit, 7. Nee, want dan hadden er al coins uit moeten komen. Maar dat was best een slimme strategie. Maar volgens mij is 6 het meeste coins wat eruit komt. Oh, dat weet ik niet. 5 of 6? Het zou wel allemaal mooi zijn. Omdat het de laatste turn is. Hier, voor de helft van de prijs! Oh. Dat zou wel mooi zijn. Dat zou fucking grappig zijn. Oh, dan hier heb je een Bowser pakje. Doen we nog even de coin swap met jou? Je kunt je coins verdubbelen. Ja. Ja, weet je, ik heb hierbij eigenlijk niks te verliezen. Ja, maar als ik 0 heb, maakt dat ook niet uit. Het zit altijd onder jou. Ja, maar je kunt ook nog derde worden. Je weet, als de computer. Dat maakt me niet zoveel uit. Oh, dus bij jou is het of je wordt eerste of je wordt laatste. Maakt niet uit dat er zin. Nee. Je hebt toch gewoon nog een Europa League, hè? Waar je ook gewoon op kunt investeren. Hier is Milan meestal wel altijd goed in. Hoezo heb je maar 4 kaarten? Ik kreeg een 5. Goed gedaan. Wow, wat? Dat jij zo wil winnen. Dat jij zo wil winnen. Easy win, boys.
66 coins! En jij vond het gek dat ik niet alle coins wilde inzetten? Ja, dat vond ik gek, want ik had hem sowieso gehad. Ja, jij! Jij bent de Milan! Ik ben ook ergens goed in zee! En dan winnen op bonussterren en dan is het helemaal compleet. Als je nou nog op blauw was gekomen, je had 69, dan had je gewoon. Maar zoveel duels heb ik nog nooit hoeven doen. In mijn hele Mario Party carrière. In één potje. Ja, genoeg minigame. Ja, twee sterren. Ja, maar Sander, dit is de laatste beurt, dus ik kan geen ster meer kopen. Wat een beetje, hè? War Pipe on the Dream. Ja, dit is een genoeg minigame. Nice. Beetje geluk. Ik hoop dat hij jouw stem helemaal afpakt. Nou, je weet dat de dream is dat gewoon letterlijk in de tweede keer dat je in zo'n buis gaat. Ja, de computer die is weer bij het begin, dus. Oh, ze moeten sterren in, op alle twee! Dat wordt zo geluk! Ik zei het ooit, dit is zo'n geluksminuutje! Toadette is het winnaar! Hier zit nul skill aan! Ja, dat is niet helemaal waar, want je moet een beetje onthouden waar je al in bent geweest. Wauw, wat een tyfusspel! Maar ik heb wel meer coins dan jou, nou, dus als het dan gelijk wordt. Echt, jongen, ik word weer zo hard genaaid. De laatste minigame, een geluksminigame. Yep. Met een beetje skills, als je niet twee keer op dezelfde plek kwam. Maar ik koos een plek en toen kwam ik meteen bij het begin uit. Dat was kut. Het enige probleem is, als jij zo meteen die minigame wint. Dan heb ik weer één coin. Dan heb je één coin meer dan dat ik heb. Dat is ook wel een leuke verrin. Maar de eerste minigame die wij deden, die won jij gewoon, hè? De tweede ook. Ja. Moet eens even in. En die twee minigames in het autootje met die laser. Ja, met die kaartje. En ik denk dat ik bijvoorbeeld zo'n boze Ukiri zag die aankomen. En ja, dat er nog een paar, één of twee minigames meer waren waar ik meer had kunnen doen. Als ik, als mijn... Dat is letterlijk elke minigame. Nee, maar als mijn dingetje mede. Weet je ook nog die ene Mario Party, volgens mij 3, dat je de ene muziek minigame had? Ja, dat wij fucking goed deden. En dan echt gewoon plus 15 of zo in die volgorde hadden of zo. Dat je dan had je zo'n muziekje en dan moest je elke keer een toets verder onthouden, zeg maar. Dus dan had je moet dan A, B indrukken. Ah, ik moet alleen, dat is kut. En dan steeds verder en verder, zeg maar. En op een gegeven moment waren wij dus nog over en we kwamen echt op 15, 16 of zo, dat je echt gewoon een minuut bezig was met die input. Ah, deze moet wel lukken. Deze moet wel lukken. Je moet gewoon spammen en dan zijn we genaaid. Kut! Ik denk ik loop op die rand, weg. Kijk wat hun doen, dat wou ik ook doen. Maar het mislukte. Oh, ik dacht dat ik er had. Wow. Ik win zonder te winnen! Dit was gewoon mijn plan. Ik gaf jou hoop door af te gaan. Want nu moet ik meer sterren hebben dan jij. Op één coin. Op één fucking coin. Ja, mits jij wel sowieso een één ster krijgt en ik geen. Ja, oké, maar. De odds. It's against all. To that heet ook door. Oké, nou. Een vraagteken zou ik misschien nog wel hebben trouwens. Nou, minigame heb jij al, dus dan heb ik al en geen kans. En de shopping zou ik ook hebben, want ik heb best wel veel geshopt. Ja, dus je hebt sowieso gewonnen. Hey, maak het gewoon eens spannend. De minigame sterk. Nou, ja, die shop die hebben gewonnen. Ik wil graag helemaal niemand bedanken, alleen mezelf. Oh,
Die heb ik later nog gekomen. Dat is van mijn krengen hoor. Oké. We gaan kijken. De orbster. Misschien jij. Ik? Wauw. Hè? Ik? Giel Belen? Aanbidden? Dat is van die roos. Dat die in dat glazen huis zit. Huh? Glazen huis? Huh? Mensen voor mij? Huh? Nee. Kijk, deze komt niet op YouTube. Conor McGregor, die wint dan zijn tweede belt. En dan pakt hij die mic van die dude en dan zegt hij... At this moment I want to thank... for absolutely nobody, I want to thank myself. I'm the king, bitch, I'm back. En dan dropt hij die mic en dan staat hij daar zo... Yeah! Terwijl hij eigenlijk zo... Hij wilde eigenlijk iemand bedanken, zo klonk het. Dus hij zit allemaal zo. En dan zegt hij, absolutely nobody! En die hele crowd helemaal zo... Helemaal gek. Okay, was er een ster die ik wel had gewonnen? Even kijken. ook niet. Wow, hoezo had toen dat 188? Je fucking veel spaces. Ik heb maar 112. Ik had de rode, die had ik gewonnen. Mm-hmm, knap. En deze had ik gewonnen, en samen met jou en met... Ja. Die vraagteken had toen dat dan anders. Yep, die had gewoon nog kunnen winnen, als je een beetje ongeluk had. Ja. Iedereen bedankt voor het kijken van de stream. Ik hoop dat jullie de volgende keer weer zijn. Ik vond het fucking leuk om te doen, we moeten dit echt vaker doen. Mm-hmm, deze komt binnenkort online op YouTube. En we gaan nu een video opnemen dat Justin gaat reageren op mijn reactie van de direct.